Goedendag, kijk naar de weerswachting van weerplaatsen.nl. Met de noordwestelijke stroming worden vandaag talrijke wolken en buien aangevoerd. En dat hebben we gemerkt in de grootte van het land. Alleen in het zuidoosten van Nederland, zuidwesten van Nederland, was het schitterend weer, daar scheen de zon volop. Ook het opengebied uh, slecht weer, vooral in Duitsland en in uh, Oostenrijk, daar kom ik later nog even op terug. Eerst Nederland, veel buien vandaag, stevige buien in de loop van de dag. Met het iets oplopen van de temperatuur werden ze pittiger en talrijker. Onweer was er tot drie uur vanmiddag nog niet, maar wel net over de grens. Dus misschien dat enkele grensbewoners het hier en daar behoren rommelen. Hagel heb ik zelf gezien, natte sneeuw ook. Er zat van alles bij in deze winterse buien. Maar weer fraai te zien dat het zuidwesten van Nederland schitterend weer had. Daar bijna geen buien. En van een Zeeland volop zonneschijn. En die aanvoer vanaf de Noordzee die houden we nog even. Het is een uh, aanvoer van koude lucht, vandaar dat er dus winterse neerslag af en toe in zit. Morgen in de loop van de dag wordt het allemaal wat beter: wat meer zon. Dan een koude nacht naar de vrijdag. De wind is dan weg. Er zijn brede opklaringen, maar het volgende regengebied zien we alweer boven Engeland liggen. Dat komt dan in de loop van vrijdag weer bij ons. Samen met een lage drukgebied, maar dit keer niet met al te veel wind. Daarna komt een hoge drukgebied dichterbij. Dat ligt op zaterdag 0 uur ten westen van Ierland. Trekt nog ietsje verder richting het noorden van Engeland. En dat gaat er dan voor zorgen dat we minder wisselvallig en veel rustiger weer gaan krijgen. En dat dan allemaal in het paasweekend en volgende week. Beetje geluk gaan de temperaturen omhoog. Dat is nog even afwachten. Dan het Alpengebied, daar is het behoorlijk wisselvallig en er zijn uh, zo met het paasweekend in aantocht heel veel mensen die daar nog even een weekend heen gaan. Nou sneeuw ligt er genoeg kan ik zeggen, maar de skiomstandigheden zijn niet al te best. Tenminste uh, zeker in de gebieden van Duitsland en Oostenrijk, daar is het toch vaak bewolkt en zijn er niet alleen donderdag maar ook vrijdag perioden met sneeuw. Er kan zo'n 20 tot 50 centimeter sneeuw vallen, soms tot in het laagland, dus ook onderweg kun je last hebben van winterse perikelen. Zit je in de Franse Alpen, dan vooral in het zuidelijke deel of in Italië, dan ziet het er wel goed uit. Daar veel sneeuw ook op de pistes en de temperatuur is laag genoeg om vanaf 2000 meter goed te kunnen skiën. Terug naar Nederland. Vanavond nog enkele buien. Die buien trekken oostwaarts weg zodat het in de loop van de avond langzaam wat droger wordt. Maar in de nacht gaat het dan vanuit het westen weer bewolkt worden en gaat het opnieuw regenen. Misschien dat er zelfs nog een vlokje natte sneeuw bij zit. Temperaturen vannacht 2 tot 5 graden. Morgen overdag trekt het regengebied weg, valt nog een enkel buitje vooral in de ochtend. Als middags is het denk ik op de meeste plaatsen droog. En met geregeld zon en een iets afnemende wind is het dan nou ja, redelijk tot aardig te noemen. Echt lekker is het natuurlijk niet met windkracht 5 tot 6 en temperaturen die duidelijk onder normaal liggen. Maar het is wel beter dan de afgelopen dagen. Morgenmiddag dus het beste deel van de dag. Vrijdag hebben we dan vooral in de ochtend het beste deel. Dan is het nog grotendeels droog met af en toe zon. Maar vanuit het westen nadert het lage drukgebied, wat ik al noemde, met bewolking en met regen. Zaterdag kan er nog een enkel buitje vallen, maar daarna wordt het hoge drukgebied dominant. En krijgen we te maken met rustige weer, meer zon. En temperaturen die dan op zijn minst rond de 10 graden uitkomen. Kijken we nog wat verder vooruit, dan zien we dat de temperatuur later heel misschien gaat oplopen. Je zou een trend kunnen trekken over de toppen naar 15 graden. Maar de werkelijke lijn die we moeten trekken is eigenlijk de punten van de rode waarde. En dan zie je dat die ook wel oploopt. Maar dat die eerder iets boven de 10 uitkomt dan in de buurt van de 15 graden. Oftewel, dat moeten we allemaal nog even afwachten. Maar wel in de loop van het paasweekend droge en rustiger weer in Nederland. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl.